Wilco van Schaik reageert op vertrek van Ted van Leeuwen bij NEC. Nijmegen verduidelijkt plannen voor stationsgebied met Infomart. En alweer 8 jaar geleden plaatst Rea de eerste stationspiano. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 23 september. Maar we beginnen met technisch directeur Ted van Leeuwen, want die vertrekt bij NEC. Eind april diende van Leeuwen zijn ontslag al in bij de Raad van Commissarissen, die hierna verzocht de zomerse transferperiode te overbruggen. Vrijdagmiddag reageerde algemeen directeur Wilco van Schaik op het vertrek van Van Leeuwen, dat niet onverwachts kwam. Dit speelde al vanaf eind april, waarin Ted aangaf aan de FC en ook aan mij dat hij ermee wilde stoppen. Ja, het was verrassend, maar dat betekent ook dat je door moet schakelen. Dus we hebben wel even de tijd gehad om na te denken. Alleen, we zijn pas echt gaan nadenken op het moment dat we naar buiten gingen. Want dan kun je ook pas echt met kandidaten in gesprek gaan. Dat is wel de nette manier. Ja, willen jullie dat wel snel oplossen? Of zie jij weer voor jou een dubbelrol de komende tijd? Dat gaan we niet meer doen. Ik heb daar 2 jaar gedaan. Winterstop komt te vroeg aan dit jaar met de WK natuurlijk. Dat betekent ook transferperiode weer. Je wil denk ik snel een nieuwe technisch directeur. Waar moeten we aan denken? Weken? Nou, het is een verantwoordelijkheid van de RVC. Natuurlijk klank ik daar wel over met de RVC. We hebben van de week een RVC-directievergadering gehad, waar ook de stichting bij betrokken was. Dus alle gremia bij elkaar. De kandidatenlijst, de shortlist is daar gemaakt. En alleen maar wel met elkaar ook besproken dat het snel moet. En dat we hopen toch wel richting december een nieuwe TD te hebben. Zodat hij ook de nieuwe winterwindow kan doen en zich ook kan voorbereiden op zijn job. Ja, zo meteen na deze uitzending dan zie je een langer interview wat ik had met Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, over het vertrek van Ted van Leeuwen. En dan, de plannen liggen er al een hele tijd, maar nu gaat het dan echt gebeuren. Het treinstation van Nijmegen en het gebied eromheen worden grondig verbouwd. Donderdagmiddag was er op de Schaik-Matonsingel een infomarkt om de inwoners alvast bij de plannen te betrekken. Nou, vandaag is eigenlijk de eerste keer dat we aan de stad en alle reizigers, inwoners en iedereen die maar geïnteresseerd is in de herontwikkeling van ons stationsgebied de plannen laten zien. Maar niet alleen laten zien, we willen ook vooral graag met alle mensen in gesprek gaan. Omdat we heel graag horen wat iedereen voor ideeën heeft over de herontwikkeling van dit grote gebied. Daar is vandaag de dag voor georganiseerd. De verbouwing bestaat uit 26 projecten die variëren in omvang en samen het 10-jarenplan vormen. Zo wordt er in de komende 10 jaar bijvoorbeeld een nieuw perron aangelegd, komt er een nieuw volwaardige ingang aan de westzijde en worden er 2000 nieuwe woningen gebouwd en komen er winkels, horeca en een wijkcentrum. Toch is één ding van dit alles toch nog wel het belangrijkst. Er zijn heel veel bijzondere dingen die gaan gebeuren, maar het bijzonderst is voor mij, maar ook voor Nijmegen denk ik wel, dat eindelijk er meer samenhang gaat komen in het voorplein van het station. Dus daar waar bussen, fietsers, voetgangers, et cetera, elkaar allemaal treffen en het nu soms op punten gevaarlijk is, daar komt een andere inrichting. Het wordt vooral belangrijk gevonden om alle betrokkenen goed te informeren. Op de informatiemarkt wordt dit onder andere gedaan middels diverse thema's, zoals stadsleven, klimaat en groen en reizen van de toekomst. Nou, we zijn met een heleboel mensen van de gemeente, NS, ProRail, de provincie en allerlei projectontwikkelaars en culturele partijen en partijen die zich bezighouden met groen en leefbaarheid in de stad om tafel gegaan en hebben we bedacht hoe kunnen we nou het beste met de stad in gesprek gaan en welke thema's zijn dan de thema's die hier samenkomen. En zo hebben we met al die partijen samen eigenlijk bedacht om het rondom deze 5 thema's te doen. Op de markt is er ook ruimte voor de inbreng van ideeën van bewoners. Maar in hoeverre wordt er nog gehoor gegeven aan die ideeën als de plannen nu al uitgebreid gepresenteerd worden? Nee, dat is een hele goede vraag. Het zou een beetje raar zijn als wij ideeën vragen aan bewoners en we doen er helemaal niks mee. Dus een aantal dingen staan inderdaad wel al vast. Maar juist die inrichting hier aan het voorplein, die staat nog niet vast. Dus daar, de ideeën die mensen daarvoor aandragen, daar gaan we ook echt van kijken wat we ermee kunnen doen. Hinder voor de reizigers zal in de komende 10 jaar onvermijdelijk zijn. Toch zal de eerste hinder pas over 2 à 3 jaar merkbaar zijn en zullen de treinen over het algemeen blijven rijden. Behalve op een paar buitendienststellingen na, dat is onontkoombaar, die nodig zijn om
tunnels aan te kunnen leggen. De inwoners op de Oude Klapstraat in Wijchen hebben nieuwe informatie gehad over de nieuwe opvang voor de Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Wijchen gaat een tijdelijk opvang creëren op het grasveld tussen de Schakel en parkeerplaats aan de Oude Klapstraat. De bedoeling is dat na 2 jaar starters op de woningmarkt in het gebouw terecht kunnen. Dit hangt wel af van hoe het in de Oekraïne gaat lopen. Het gebouw blijft in ieder geval de komende 5 jaar staan en dat kan verlengd worden naar nog een keer 5 jaar. De Oekraïense vluchtelingen zitten nu in het oude gemeentekantoor. Dit gemeentekantoor wordt in het voorjaar van 2023 gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. Het Drudens Bosje zal zaterdagochtend worden opgeschoond. Onder leiding van een hoeveniersbedrijf worden de paden weer schoongeblazen, het blad onder kastanjebomen weggeharkt en bloemen en struiken gesnoeid. Ook zal er met een groepje kinderen bolletjes van sneeuwklokjes langs de paden worden gepoot. De bootcampgroep, die altijd gebruik maakt van het Drudens Bosje, zal hun programma aanpassen aan deze dag. Zij zullen zich richten op de boomstammen en zware klussen. Er hebben zich inmiddels al 20 vrijwilligers aangemeld. Nog meer helpende handjes zijn welkom. Het is voorjaar 1972. Het NOS-journaal filmt in Nijmegen een demonstratie zoals we nog niet eerder zagen in Nederland. Voor de gloednieuwe Lindenberg staan mensen met spandoeken, gehandicapten met spandoeken. Voor een nieuw hip gebouw vol trappen. Geen drempel in onze cultuurtempel staat op de spandoeken. Een van de demonstranten is nog piepjong, de 14-jarige Jan Troost uit Wijchen. Het centrum wordt uiteindelijk voor 1,8 miljoen gulden aangepast. In de documentaire Met broze botten barricades breken vertelt Jan Troost aan de hand van historische beelden over zijn niet aflatende missie voor inclusiviteit. Hij schopte het tot voorman van alle gehandicapten en chronisch zieken in Nederland. De documentaire is aanstaande zondag om 17:30 te zien op TV Gelderland. Daarna ieder uur herhaald. Wat willekeurige pingel, een voorbijganger die een toets indrukt of een gevorderde speler die de klanken van Amélie door het treinstation laat klinken. Op veel stations is de piano niet meer weg te denken. Door de jaren heen verscheen er op steeds meer locaties zo'n openbare piano. Deze week is het precies 8 jaar geleden dat het eerste stationspiano werd geplaatst. En dat gebeurde in Nijmegen. Het was een initiatief van Rea Elise, die zelf ook een aardig nootje kan spelen. Dat doet ze voornamelijk op straat, de plek waar het idee oorspronkelijk ook is ontstaan. We ontmoeten haar bij boekhandel Dekker van de Vecht, de locatie waar ze haar piano mag stallen en waar de medewerkers deze ook met liefde voor haar naar buiten rijden als ze eventjes wil spelen. Ik was ooit in 2011 in Tilburg en daar hadden ze piano's op straat en in parken staan van het project Play Me I'm Yours. En dat ben ik vervolgens in Nijmegen ook gaan verspreiden met piano's in het park, Kronenburgerpark, Valkhofpark en ook op het station. Ik krijg vaak fijne reacties. Ik heb ook een hoedje staan. En toen ik begon voor het eerst was ik wel heel nerveus, want ik wist niet of mensen het hier ook leuk zouden vinden. Maar ja, hier ging het gelukkig ook goed. En mensen vroegen ook wel eens of ik een cd had. En vroeger had ik die niet, maar op een gegeven moment ben ik daarom een album op gaan nemen met mijn pianomuziek. Aanvankelijk werd het idee van een piano op het station enigszins sceptisch ontvangen. Maar al snel bleek het een daverend succes. Er zijn op een aantal andere stations in Nederland ook piano's gekomen. En sommige waren vanuit mijn stichting, dat er werd gevraagd vanuit de NS of we dat wilden doen. En andere waren helemaal los van ons ook op dat idee gekomen, want het is in het buitenland dus al heel veel. Voor mij persoonlijk is het eigenlijk minder gegaan, dus daarom ben ik ook minder met de publieke piano's gaan doen. Want in de zorgsector is het gewoon heel erg achteruit gegaan. Veel minder goede zorg en veel meer papierwerk, bureaucratie. Dus ik kom gewoon veel minder toe aan de dingen die ik met mijn leven zou willen doen, waaronder dit publieke pianoproject. In 2018 werd Rea zelfs uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Een enorme eer, maar er liggen inmiddels al meer prijzen op de loer. Nu ben ik dus ook voor de Radboud Alumni Award genomineerd en ook daarmee hoop ik dan weer meer mijn activisme te kunnen uitbreiden. Sommige mensen kunnen je dus suggereren, aandragen en dan is er een soort longlist en dat is door een jury van de Radboud Universiteit tot een shortlist gemaakt van 10 mensen en daar mag iedereen nu op stemmen tot 25 september.
Dus op radboudalumniawards.nl. En ja, daarna is het nog een paar dagen afwachten en is de uitreiking op 30 september. Het straatmuzikantschap van Rea heeft door de jaren heen wel een vervelend randje gekregen. Voorheen speelden ze vaak op diverse locaties door het centrum, waarbij ze de piano vooruit duwde met haar elektrische rolstoel. Deze stoel heeft ze in bruikleen van de gemeente Nijmegen en zij hebben haar inmiddels verboden de stoel hiervoor te gebruiken. Hierdoor is Rea nu gebonden aan de locatie bij de boekhandel in de Mariekestraat, waar de piano gehuisvest is. Lang spelen zit er hierdoor ook niet in, omdat je als straatmuzikant in Nijmegen ieder half uur op een andere plek moet gaan staan. Rea heeft daarom een crowdfunding lopen om zo haar eigen elektrische rolstoel bij elkaar te sparen, zodat haar mooie pianoklanken straks weer door het hele centrum zullen klinken. Wil je een eigen onderneming starten, maar heb je geen idee waarin? Startup Nijmegen heeft de ideale oplossing. Ze zijn namelijk een evenement gestart onder de naam Word je eigen baas. Als je hieraan mee wilt doen, moet je een motivatiepitch maken. De pitch wordt beoordeeld door 4 juryleden en de winnaar krijgt een mooi prijzenpakket. Het is eigenlijk een soort startersprijspakket. Dus als je als starter heb je een website nodig, je hebt coaching nodig. We hebben algemene voorwaarden, we hebben een workshop in communicatie met je doelgroep. Dat krijg jij allemaal per idee. Dus als jij wint, krijg je heel dat prijzenpakket. Je mag hier bij Startup een half jaar lang gratis zitten en je krijgt 2500 euro van de gemeente Nijmegen. Je moet gewoon een mailtje sturen naar mij via tessa@startupnijmegen.nl. In dat mailtje voeg je een korte motivatie toe en stuur je een cv, zodat wij jou al een beetje kunnen leren kennen. En dan hoor je 6 oktober, dus een week voordat het evenement plaatsvindt, hoor je of je deel mag nemen aan Word je eigen baas. We hebben een jury van 4 mensen en een van de juryleden is onder andere nieuwe wethouder en de andere juryleden zijn toevallig uit het partnernetwerk wat wij hier hebben. De juryleden hebben in ieder geval verstand van zaken. Die juryleden zijn eigenlijk allemaal ervaren ondernemers, dus ja, zij weten echt wel waar ze over praten en kunnen met hun expertise beslissen of de deelnemer ook echt past bij het bedrijfsidee waarop ze komen pitchen. Een van de mooiste natuurverschijnselen voor het maken van een foto is toch wel het avondrood, zoals je op deze foto prachtig kunt zien. Maar je weet wat ze zeggen, avondrood, water in de sloot. En dat zit er dan ook zeker aan te komen. In de nacht naar morgen begint het verspreid over het land al te regenen, maar de meeste regen valt in eerste instantie nog in het westelijk deel van het land. En tijdens de regen blijft de temperatuur rond zo'n 12 tot 13 graden steken. Ja, in onze regio arriveert de regen pas in de loop van de middag en tot die tijd lopen de temperaturen nog op naar zo'n 16 graden. Wanneer het regengebied over ons regio trekt, dan blijft het regenen tot zondagochtend. De dagen erna wordt het wisselvalliger. De zondag zal nog vrijwel droog verlopen, maar op maandag trekt er een nieuw regengebied over het land, dat ook in de nieuwe week voor typisch herfstweer zal zorgen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Zo meteen na deze uitzending is nog het langere interview te zien dat ik had met Wilco van Schaik over het vertrek van Ted van Leeuwen. En morgen zijn we er weer met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Graag tot dan!